Yo, welkom terug bij Goeie Frek. We lagen er weer een week tussenuit, want ik had een familieweekendje. Maar goed, we gaan weer door. Jij stelt onze vragen, we gaan die als redactie beantwoorden. En jazeker, we hebben praktisch de hele redactie opgetrommeld, want we hebben echt een top-of-the-line cast aan redacteuren geregeld voor deze Goeie Frek. En dat is leuk, want de vraag gaat over dingen waar we ons een beetje over schamen. De games waar we ons voor schamen, namelijk onze guilty pleasures. Die vraag kwam van Gamerfriend01 binnen. Die kennen we beter als Philippe, die heeft heel veel toffe vragen al ingestuurd. Waarvoor dank, dus without further ado, take it away, enorme lijn aan grote castmembers en alle grote sterren van Gamersnet. Die komen nu allemaal. Let's go. Ik weet niet, man. Mijn guilty pleasure. Tenminste, mensen vinden dit dat het mijn guilty pleasure is. Alleen, ik vind het eigenlijk bijna de alfa en omega van de videogame-industrie. Ik bedoel, we praten natuurlijk over de game Peggle. Peggle is de ultieme combinatie van geluk en van kunde. En we hebben het net even opgezocht op Steam. Ik heb inmiddels bijna 900 uur in Peggle zitten. Verdeeld over bijna 600 uur in Peggle 1, Peggle Deluxe. En nog ruim 200 uur in Peggle Nights. Ja, het is ongelooflijk vet. De beelden spreken voor zich. Hetzelfde als pokerspelers zeggen, het draait niet om geluk, het draait ook om kunde. Dat is ook echt zo met Peggle. Want als je er eenmaal een paar uur in hebt zitten, dan weet je gewoon precies hoe die balletjes rollen en hoe je ze moet opvangen in dat valletje wat eronder zit. Het is gewoon perfect. En het is de game die je altijd op de achtergrond aan kunt hebben staan en gewoon altijd even tussendoor kunt oppakken. En dat doe ik dan ook nog altijd met liefde. Peggle is life. Mijn guilty pleasure is er eentje die ik echt al jaren met me mee sleep. Ik speelde het vroeger al op de PC en sinds kort ben ik er ook op de Xbox verknocht aan. En dat is natuurlijk Zoo Tycoon. Want hoe vet is het nou om gewoon je eigen dierentuin te runnen? En dat was op de PC was het al super vet. Omdat je daar gewoon top-down kon kijken naar alle dieren die je had. En je had uitbreidingssets waardoor je ook dinosaurussen had. En allemaal exotische dieren. En allemaal andere vette leefomgevingen en zo. En toen zag ik het toevallig een keer voorbij komen in de fucking Xbox Store. En toen heb ik het meteen gekocht. En ik heb er denk ik echt wel een paar honderd uur in zitten. Want het is zo immens vet om gewoon je eigen dierenpark te bouwen. Je leeuwen, je olifanten, je papegaaien, je apen. Allemaal in hun eigen leefomgeving te zetten. Dat helemaal vol bouwen met allemaal vette speeltjes. Met grote ballen en haken. En het aller vetste is dat je ook gewoon zelf door je eigen park heen kan lopen op de Xbox. Hoe fucking vet is dat om gewoon in je eigen park met je eigen dieren te lopen, met je eigen dieren een beetje te spelen. Hè, met je tijgers touw trekken of je eigen olifanten wassen. Dit is geweldig. En ik weet dat het eigenlijk een kinderspel is, dus daarom is het mijn guilty pleasure. Maar Zoo Tycoon, ik hou van jou. Je bent geweldig. I love you. Allemaal de moeder. Mijn guilty pleasure is eigenlijk vrij simpel. In eerste instantie zou ik Final Fantasy X-2 zeggen. En dat is waarschijnlijk voor duidelijke redenen. Maar daar ga ik het niet over hebben. Want heel eerlijk gezegd, veel mensen hebben die gespeeld en ik nog niet zoveel. Nee, ik ga het over een andere game hebben. Genaamd Unicam Studio. En ik heb het hier al eens een keer met Peter over gehad. En die keek me wel aan van, what the fuck speel jij? Maar volgens mij was hij stiekem ook wel een beetje geïnteresseerd. Want in Unicam Studio speel jij als een vieze pimp die ervoor moet zorgen dat je een escort girl service gewoon volledig goed runt. En je goal is natuurlijk om zoveel mogelijk money in de wacht te slepen en zoveel mogelijk fans te verzamelen. Door meisjes op te leiden als escort girl of cam girl. En er komt allemaal micromanaging bij kijken en dat is wat het zo leuk maakt. Je zit op een gegeven moment echt in het spel en het gaat maar door en de tijd ratelt zo verder. En je probeert de beste score te halen. En waar doe je het allemaal voor? Voor een fucking trofee van een piemel. En als jij het niet zo goed doet, krijg je echt zo'n slappe bronzen. Maar als je het super goed doet, dan krijg je echt zo'n platinum piemel met vleugels die ook zo spuit. Dat is echt geweldig. waarom deze game? Ja, in eerste instantie zou je echt zeggen van, oké, dit ziet er echt totaal niet leuk uit. Maar dat is het ding. Je verwacht niet dat het leuk is. En dan ga je het spelen en dan ga je jezelf schamen. Je hoopt dat er niemand binnenloopt, want dan ben je er gewoon de lul. Ik moest even nadenken erover, want eigenlijk voor mij is er eentje waar ik dan aan moet denken. Je hebt altijd zo'n, je hebt van diezelfde games voor de CDI. Dat is echt heel lang geleden en iedereen vindt die games altijd echt ontzettend kut. Maar ik ben ermee opgegroeid.
Dus voor mij is het best wel vet eigenlijk om die games te spelen. Dus je ziet nu ongetwijfeld wel even een hele lelijke cutscene hier tussendoor komen. My boy. My boy, this piece is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. Maar ik weet het niet, als ik er doorheen ga, de muziek erbij, het heeft, ja... Oké, het speelt wel kak, maar toch, ik geniet ervan. Het is voor mij altijd weer een beetje mijn jeugd een beetje herbeleven. Voor mij eigenlijk is het zelfs nog is het eigenlijk de eerste Zelda game die ik ooit gespeeld heb. Het is echt helemaal hier een ontboezeming. Great, I'll grab my stuff. Oh, de CDI, is even handig om uit te leggen. De CDI was eigenlijk een beetje een console van echt vroeger. Nog voor Nintendo 64, GameCube, al die shit eigenlijk, was een apparaat van Philips. Destijds maakten ze nog gameconsoles. Nou, de CD zijn ze ook heel gauw ermee gekapt, want dat was best wel een grote flop. Maar voor mij was dat een van mijn eerste apparaten ooit, dus ik heb er best wel wat mooie herinneringen aan eigenlijk. Leuke vraag, Philippe. Ik heb één recente guilty pleasure. Die andere is Minecraft, omdat ik daar hebben we al eerder een goede vrijheid een keer behandeld. Dat ik daar echt honderden uren in heb zitten, terwijl ik dat liever niet zou willen. Maar mijn nieuwe guilty pleasure is, kan niet anders, Stardew Valley. Want Peet kwam al een keer langs toen ik het aan het streamen was. Zeg van, ja, weet ik veel, leuk dat we zo'n Twitch partnership hebben. Maar volgens mij is hij gewoon Farmville aan het spelen. Het is niet Farmville, het is een soort van Harvest Moon-achtige game. Maar Stardew Valley is serieus zo fucking rustgevend dat het gewoon bijna pijn doet, zeg maar. Je hebt echt zoiets van, wow, ik word hier zo zen van. Wat ook wel echt waar is, want die game is echt super intens, rustgevend gewoon. Alleen maar een beetje crops planten en dan, oh, in dit seizoen kan ik ze weer harvesten. En, oh, ik moet wel overal even langs voor water en vriendschappen creëren met iedereen in dat dorp. Echt super. Die game, ja, trouwens, het doet ook wel een beetje, heel veel mensen vergelijken het ook wel weer met Minecraft. En het doet ook hetzelfde wat Minecraft ook met mij deed. Want het is namelijk gewoon dat ik alleen maar bezig ben met, oh, ik moet iets doen. En dan ga ik daar naartoe lopen en dan vergeet ik dat ik daarmee bezig ben. Dus ga ik weer iets anders doen. En op een gegeven moment dan heb ik drie nachten verder. Ben ik drie daadwerkelijke nachten verder. En ook zoiets van, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Helemaal niks. Dus wat dat betreft, ja, Stardew Valley. Het is zo rustgevend. Het is zo chill. En iedereen haat het als ik het stream. Maar ik vind het zo rustgevend. Dus sorry jongens, Stardew Valley is mijn guilty pleasure. Ja, mijn guilty pleasure. De game waar ik duizenden uren en waarschijnlijk ook duizenden euro's ingestoken heb. Ja, ook euro's Peter inderdaad. Is MapleStory. Ik kan het eigenlijk een keer zeggen. De reden waarom ik hier eigenlijk zit is omdat Peter dus groot MapleStory fan is. Hij zag mijn YouTube kanaal, heeft me toe bijgehaald. Hij heeft mij de ropes van het vak geleerd van MapleStory. Kijk je natuurlijk. MapleStory is gewoon, ik heb dat vroeger gespeeld, het kon toen ik 14 was, vond ik het helemaal de shit. Toen heb ik het 4 jaar, nou, ik denk non-stop, na school als ik thuis kwam, ging ik MapleStory spelen. MapleStory was echt mijn leven op dat moment. Ja, keiveel gedaan, maar ja, op een gegeven moment dan denk ik van, nou, toen had ik niet meer zoveel zin. Maar toen ging ik net heel erg goed met YouTube, dus ja, dan moet je wel dan moet je ermee doorgaan. En inmiddels speel ik nou al, ik denk, 12 jaar MapleStory. Dus ik ben er al 12 jaar tijd en geld nog steeds in aan het stoppen. Inmiddels ben ik er wel een beetje klaar mee. Inmiddels al een aantal jaar ben ik al klaar, om eerlijk te zijn, zeg maar. Maar ik blijf er toch steeds bij terugkomen. En steeds dan start ik weer het intro muziekje op. En dan hoor je weer van, dan hoor je dat liedje en denk ik weer van, ah, de goede oude tijd, weet je wel. Ja, ik weet niet. Het is gewoon vet. Nou komt de vijfde job komt eraan. Er is een nieuwe patch die ze gaan doen. Ze zijn zelfs aan het adverteren met MapleStory. Geen geintjes. Dus ik hoop dat er momenteel meer spelers komen die het voor mij ook weer iets leuker maken en iets draaglijker maken om te spelen. Want zoals het er nu naar uitziet, ben ik er nog lang niet klaar mee. Oké, daar heb je het, Philippe, en wie dan ook aan het kijken was. Onze guilty pleasures, de games waar we ons een beetje voor schamen. Nou ja, heb je zelf ook een game waarvan je denkt van, oh, dat zeg ik liever niet? Zeg het ons gewoon toch, welke game dat is. Welke game speel jij nou wel eens waar jij eigenlijk liever niet van hebt dat al je coole vrienden het weten? Anders mag je nooit meer op dat ene plekje op het schoolplein staan. Anyway, naast je eigen guilty pleasure droppen in de comments hieronder, zien we graag natuurlijk ook een nieuwe vraag voor volgende week. Of wanneer we dan ook weer met een nieuwe goede vraag komen. Dus heb je zelf een leuke persoonlijke vraag over iets in de gamingwereld, waarvan je zoiets hebt van, daar wil ik nou eens echt het antwoord van weten van alle redacteuren van Gamersnet. Dan gaan we proberen zoveel mogelijk daarvan weer op te trommelen. Maar we beloven helemaal niks. Dus anyway, tot volgende week, tot snel. En Gamersnet man, liken, comment, subscribe. Je kent het wel. Geef ons geld.